Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met het maxima van vandaag, want we zien dat het in Friesland en in het oosten van het land behoorlijk frisjes bleef met 1, 2 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 3 à 4 graden werd. De gebieden met de laagste temperaturen, dat waren ook de gebieden met de dikste bewolking, elders wist de zon toch af en toe door te breken. Kijken we in heel Europa, dan zijn de temperaturen natuurlijk behoorlijk anders. Die 3 graden in Nederland, die weten we. Het is in een groot deel van Europa eigenlijk rond de 3 graden. Voor echte winterkou moet je toch uh, naar het westen van Rusland of het noorden van Scandinavië. In Lapland maximaal van min 15, soms zelfs min 20 graden. Daar is het echt winterweer. En die koude lucht die stroomt richting de Kaspische Zee. Dat is die kant op en dus niet richting ons. Nee, bij ons moeten we het uh, hebben met de... Uh, Kwakkelweer, zo zou je het beste kunnen noemen. Als we naar de weerkaart kijken, ligt er een lage drukgebied bij IJsland, een groot hoog drukgebied op de oceaan, en een tweede hoge drukgebied ligt boven Scandinavië. dat hoge drukgebied stuurt de koude lucht dus richting de Kaspische Zee en niet richting ons. Nee, voor ons wordt belangrijk het lage drukgebied bij IJsland. Dat uh, gaat een storing onze kant op brengen. In eerste instantie stelt dat er nog niet heel veel voor, maar aan het einde van de week. Dan komt de regen wel dichterbij. Kan bovendien in de vorm van sneeuw zijn. Maar dan heb ik het over zaterdag. Allemaal dus nog ver weg. Dat is trouwens al het tweede lage drukgebied. Het eerste lage drukgebied leeft dat niet bij ons op. Goed, het weer in Nederland. Vanavond. We hebben enkele opklaringen, ook nog steeds wolkenvelden. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Aan het einde van de avond zal het licht vriezen. De wind komt uit een zuidelijke richting en is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3. Komende nachttemperaturen een paar graden onder het vriespunt. Daar waar het echt lekker op klaart, kan het min 5 worden. Op de meeste plaatsen verwacht ik minimaal van min 2 à min 3 graden. De wind draait naar het zuiden tot het zuidoosten, begint toe te nemen en aan het einde van de nacht staat de windkracht 2 tot 4. Daardoor gaat er geen mist ontstaan. Morgen hebben we dan te maken met een mix van wolken en zon. De zon schijnt, denk ik, het vaakst in het noorden en oosten van het land. In het zuidwesten is de bewolking wat dikker. Daar heeft de zon het wat moeilijker. 1 à 2 graden wordt het. En dan waait een matige Zuidoosten- tot Oostenwind. En die zorgt voor een gevoelstemperatuur van min 3 tot min 5 graden. Dus het is morgen duidelijk kouder dan vandaag. Kijken we naar het weer van donderdag, dan hebben we vrijwel hetzelfde weerbeeld. Behalve dat ik dan in het westen de meeste zonneschijn verwacht. In het oosten is er dan wat meer bewolking. Vrijdag valt er uit die bewolking in het oosten misschien een, een vlokje motsneeuw of wat motregen. Het is allemaal heel licht, stelt weinig voor. Maar het geeft wel aan dat de bewolking daar dik genoeg voor is. Daar is slechts 1 graad in het oosten. In het westen is het grotendeels droog en dan worden het 3 graden. Dan komen we bij zaterdag. Dan krijgen we te maken met een frontale storing. Niet vanuit het oosten, maar vanuit het westen. Die gaat regen en sneeuw brengen. Waar het precies gaat sneeuwen is nog onzeker. Maar het ziet er toch naar nou uit dat zeker in de oostelijke helft van het land het eerst sneeuwt en later op de dag gaat regenen. Als we naar de temperaturen kijken, dan zien we dat het eh, nou, frisjes blijft tot aan zaterdag. Maar dat we vanaf zaterdag een stijgende lijn zien. Dan komen de maximaal in de buurt van de 5, 6, misschien later zelfs 7 graden. En ook de kans op nachtvorst wordt geleidelijk kleiner. Dan nog even de sneeuwkansen voor de komende tijd. Nou, het zal niemand verwazen, De zaterdag is de dag met de grootste kans op sneeuw. Zoals gezegd, eerst sneeuw, overgaand in regen. Temperaturen gaan die dag oplopen naar 3 tot 5 graden. Hoe de zaterdag precies uitpakt, daar komen we de komende dagen op terug. Eerst gaan we nog een nacht tegemoet met lichte vorst, maar gelukkig geen mist. Ik ben Michiel Severin van weerplaatser.nl.